dat had ik me nooit voor kunnen stellen dat ik dat nog eens zou beleven. Meneer Van Dam is 86 jaar, gek van vliegtuigen en heeft één grote wens. Hij dacht een middagje te gaan spotten op het panoramaterras met de familie. Maar Schiphol heeft een grote verrassing voor hem in petto. Goedemiddag. Dag heer. Goedemiddag. Marco Spuinman, luchthaven Schiphol. Van Dam. Ja. Mag ik u vragen wat u hier doet? Ik heb bij Fokker gewerkt, Papendrecht. Ja. Allemaal in de kleppen van de Airbussen. Ja. Maar de A380 die is gebouwd toen ik op mijn pensioen. Nou ga ik u iets leuks vertellen. Ik mag u namens de luchthaven Schiphol aanbieden dat u met mij samen langs de startbaan en bij de A380 gaat kijken. Zo. Zou u dat leuk vinden? Ja, dat vind ik erg leuk. Mag u achter me aanlopen? Ja. Oké. Okay. Heeft u nog aan die Fokker gewerkt eigenlijk? Ja. Ja? Fokker 100 hebben. Ja? Ja. Het mag een hesje aan. Pas op voor de wind. Hé? Dat hadden we vannacht niet gedacht. Nee. Als u naar rechts kijkt, wat ziet u daar staan op de hoek? Wat staat daar? Is dat hem? Dat is één van de twee A380's op Schiphol. De hekken los te lopen. Prachtig. Hoe krijgen mensen het gebouwd, hè? Echt heel gebouwd. Twee, vier. En jij ze geteld? 20. 20. Je zal zo'n bandje op moeten pompen met je fietspomp. Ja, dat was nou mijn grote wens, hoor. Tjoen, wat een vliegtuig. Maar dat ik er zo dichtbij zou komen, nou, dat had ik niet gedacht. Wilt u in de trekker mee, in de pushback trucker mag u mee rijden? Dat mag ook. We gaan hem zo meteen naar Ekop 18 brengen. Daar gaat hij vertrekken. Dan zet je meteen zo'n aviobrug aan. Ja. Zou u even in de cockpit willen kijken, boven? Ja, maar ik zie... We hebben een lift, hè, hier ook. Oh. Kom je naar boven? Ja. Gaat u zitten? Meisjes. Ze hebben tegenwoordig camera's in de vleugels gemaakt, zodat ze buiten mee kunnen kijken. Tjoe. Wat er gebeurt. En de vliegers gebruiken het voor het taxiën. Dat ze de bochten een beetje in kunnen schatten. Nou, ik denk dat ik er nog van ga dromen. Oh, in de cockpit. Ja, daar moet je iets meer voor geleerd hebben op lagere school, hoor. Ja. Eet smakelijk? Ja, eet smakelijk, hè. Picnic aan airside. Heerlijk. Dat bedoel ik. Ik was er aan toe, hoor. En dan is het grote moment daar. De A380 staat op het punt om op te stijgen. Daar komt hij, opa. Dat is een ding. Mooier kunnen we het niet maken. Nee, dus, maar het was prachtig. Ik ben blij dat u genoten hebt. Ja, ja, geweldig. Ja, dat is nooit meer te vergeten. Nee, enorm. Tot ziens, meneer Van Dam. Hopelijk spotten we u snel weer op Schiphol.